Bon dia, nieuwe dag. Het is weer een nieuwe vlog. Jawel jongens, weer een nieuwe vlog. En de dag is aangekomen. Het is precies 6 uur geweest in de ochtend. Lucie is hier naast me. Koffers zijn in de auto. Ik heb hier nog mijn rugtas. Lucie's tas is hier. En baby's tas natuurlijk daar, niet te vergeten. En jongens, we gaan vertrekken. We gaan heel snel. Nog langs mijn dochter. Want die gaat ook ergens midden in onze vakantie komen. Dus ik ga wat spullen voor haar brengen. Die ze nodig heeft. In ieder geval, we hebben geen tijd. We praten zo meteen. Yes, we zijn binnen mensen. We zijn binnen. En we zijn nu in de baby lounge. Wacht mami, wacht. Misschien heeft honger. Ja. Niet daar. Ja, hier. We gaan zo borden. Een klein prinsesje moet eten. Dat gaat ook voor. Zijn we vroeger chillen naar baby lounge gegaan? Wat? Van vroeger gewoon chillen daar, naar baby lounge. Van gewoon een rugtas hebben naar een. Nee, niet alleen baby tas, een baby en alles. Het was wel een sfeer, maar goed. Zo, het was best makkelijk gegaan. Oké. Het was niet zo van. Did you have to carry something or something? No. Exactly. So. Maar goed. Ga even verder. Maakt niet uit, maar je bent thuis. Ja. Dat is belangrijk toch? Mm-hmm. En Douchi is er ook. Hè, Douchi? Baby. Papa, kindje. Jedi. Baby, Jedi. Ik snap er niks van. Maar waar zijn we? Waarom heb ik geen jas aan? Waarom, waarom is het lekker warm? En weet ik het allemaal. Zij snapt er geen van. Aangekomen hier bij Douchi's moeders huis. Ze heeft ons net opgehaald. We zijn nu de koffers in de andere auto aan het doen. En dan kunnen we. En dan kunnen we zo meteen naar ons appartementje. Dus dan laat ik dadelijk ook een house tour zien. Room tour, whatever. Kist, de liefste baby van de wereld. Hè, oma's? Oma's, natuurlijk. Ze heeft het goed gedaan hoor. Oh, niet ja. Gehuild, super lief. Het is oma's kleinkindje, daarom. Daarom. Hot, warm, heet mensen. Oh my god. Jawel jongens, uiteindelijk zijn we bij ons appartementje aangekomen. Ik ga jullie even snel doorheen halen en dan kunnen we verder. En dan kom je daar binnen. Daar zo, ja. Dus we houden het hier geparkeerd. En dan kom je hier binnen. Heb je gelijk direct de keuken. We hadden een leuke ontvangstpakketje gekregen, maar douche heeft alles al. Een soort van opgeruimd in de koelkast en in de koelkast, ja. Ik wou zeggen in de vriezer, maar koelkast. Al die dingetjes zaten in de ontvangstpakketje. Allemaal lekker dingetjes.
Nou ja, hier heb je dan gelijk de woonkamertje. Super cozy en leuk. Met een slaapbed hier zo. Kijk, slaapbank, ja. Rowan en familie, welcome to our crib. Met de paswoord en dingetjes die je nodig hebt. Televisie is gelijk hier. Hier heb je ook nog een deur die naar de tuintje gaat. Ga ik ook straks even laten zien. Daar loop ik gelijk door naar de badkamer. Waarom het hier meer licht kan. Ja, kan hier meer licht. Ja. Dit is dus de badkamer. Met de wc. Klein maar fijn. Eigenlijk is hij niet eens zo klein. Dan ga je naar de slaapkamer van ons, waar wij blijven. En de airco staat al aan. Lekker man. Is echt nodig. Be our guest. Jawel. Dus hier gaan wij slapen. En prinsesje gaat natuurlijk hier slapen. We hebben hier een kast om onze spullen in te zetten. Ja, verder hebben we natuurlijk een klein plekje hier om te zitten. Koelkast is aanwezig. Wat heb ik nog meer gezien? Alle schoonmaakspullen, alle spullen wat je nodig hebt. Maar goed, dit is dus de... Dit is onze appartementje, jongens. Ik ga ook even buiten laten zien. Hier heb je ook nog een kast met allemaal dingetjes om schoon te maken en zo. Ik ga jullie even buiten laten zien. En dan krijgen jullie een hele snelle jelle shots van binnen van mij. Dit is buiten, jongens. Hier kunnen we relaxen. Even zitten. Lekker. Onder een briesje. En nu ga ik jullie even wat shots van binnen laten zien. Appartementje, jongens. Poeh, Douches moeder, oma en tante, Dina dus, die waren alle drie hier. Even komen kijken hoe het appartementje was. Die zijn net weg, dus vandaar dat ik nu pas film. Allereerst, super leuke en cozy appartementje. Heel veel ruimte, sowieso. We hebben speciaal gekozen om deze keer gewoon een wat ruimere appartementje te nemen, aangezien we de baby ook natuurlijk hebben. En ja, de baby heeft ook haar eigen plekje om te slapen, zoals ik net heb laten zien. Eén dingetje op dit moment op Curaçao, ik weet niet of ik het al eerder heb uitgelegd in de vlog. Volgens mij wel, maar voor degenen die het gemist hebben, zal ik even heel snel herhalen. Op dit moment heb je plaatje dia, dat betekent kenteken van de dag. Dat houdt dus in dat je de beginletter van je kenteken moet matchen met de dag dat je naar buiten mag. Dus stel A tot en met D mag op maandag en donderdag. E tot en met weet ik veel wat mag dan dinsdag en vrijdag en ga zo maar door. En op zondag mag niemand naar buiten met de auto. Dit geldt alleen voor auto, jongens. Dus dat betekent niet dat je dan totaal niet naar buiten mag. Je kan gewoon naar de supermarkt, je kan gewoon je dingen doen. Alleen je kan niet met de auto. Ze doen het. De reden dat ze dit doen is om zoveel mogelijk het beperken dat mensen op straat zijn. En
Als je ooit op Curaçao bent geweest, of Caribbean, Antillen, waar dan ook, dan weet je dat als je niet met de auto naar buiten mag, waarschijnlijk ga je niet eens. Dus echt noodzakelijk zou je dan ook naar buiten gaan om even naar de supermarkt te gaan of wat dan ook. Maar voor de gezelligheid ga je echt niet buiten lopen met die zon boven je kop. Super, super warm. Dus ja, vandaar dat ze dit hebben gedaan. Beetje jammer natuurlijk. Mijn dochter die komt zondag, dus voor haar is het een beetje ja, lullig. We houden wat dingetjes met haar doen. Dus we gaan er natuurlijk het beste van maken, wat ik al eerder heb gezegd. Dus gewoon positief blijven, jongens. Gewoon het beste van maken. We zijn gewoon thuis. Ik noem dit thuis. Dit is gewoon home. We zijn mijn familie, we zijn bij vrienden. Dus ik ben al blij dat ik hier mag zijn. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. In ieder geval, we gaan even alles op zijn plek zetten en ik check jullie zo meteen weer. Super laat in de avond, jongens. We zijn een soort van gesetteld. Kijk, douche hier. Kijk, douche. Douche. Ja. Zeg maar dag tegen de mensen. Dag. Hey, douche. Mooi, hè? Ja, ik ook mooi. We zijn gesetteld, mensen. Voor jullie waarschijnlijk niet zo'n lange vlog, maar voor ons was het een super lange dag, hè? Oh, niet eens geslapen gisteren, gewoon na werk gelijk door. Zonder slapen, hele reis. Gesleur, noem het maar op. Maar, hey, we zijn nog een keer zo. Dus het was allemaal de moeite waard. Bij deze ga ik de vlog van vandaag afsluiten. Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer kan ik beneden. En we checken jullie weer in een nieuwe vlog. En hopelijk kunnen we leuke dingetjes doen. Dat is nog wel maar de vraag. Maar we gaan sowieso de beste van maken. Hey, mag ik even mijn vlog afsluiten? Nee? Oké. Later.